Dat Nederland, hè, vrienden. Ja, dat is een landje van... ja, dat weten we wel. Van alles door de vingers zien en een beetje wegkijken. En een beetje pappen nat houden. En onder leiding van deugneuzen en politiek correct. Alles moet maar kunnen, alles mag. Weet je, ja, ga je gang maar. En ja, het is zo'n heel slap landje geworden, dat Nederland. Ja, ja. En heb je het laatste nou weer gezien? Het laatste voorbeeld van die klimaatkneuzen die bezig waren geweest toen in dat Mauritshuis, weet je nog? Bij de meisje met de parel van Johan Vermeer. En die hadden zichzelf eraan vastgeplakt, zo, weet je wel. En met rotzooi erop gegooid. Nou, en het OM zei toen, die moeten 4 maanden hebben. Waarvan 2 maanden lang de gevangenis in. Nou, toen kwam er een uitspraak. En toen zei de rechter, die zei, nou, het wordt 2 maanden. En van 1 voorlopig en 1 maand zitten. Nou, en nu in hoger beroep. Nou, vrienden, ja, ja, in hoger beroep. Nou, toen ik het hoorde, toen viel mijn bek zo verschrikkelijk wagenwijd open dat het in huis begon te tochten. Het is ongelooflijk. Ja, want nu is er een rechter die zegt, nou nee, jullie krijgen helemaal geen straf. Oh, nee, natuurlijk niet. Nee, jullie krijgen helemaal geen straf. Nee, want ze hadden al dus dan in voorarrest 3 weken gezeten. Dus ze zouden eigenlijk nog een weekje moeten gaan zitten. En terecht, ja. Maar dat deed de rechter niet. Hij vond het wel genoeg. Maar zei hij erbij. Kijk, en nou moet je opletten, hè. Ja, ja. Ik zou zeggen, ja, trek de riem even aan. Want dit is, ja, dit is zo verschrikkelijk geestig dit. Dit slaat zo helemaal nergens op. Nou, hier, let op, hè. Hier, daar komt hij. En hij zei dus, het opleggen van een straf zou verder ontmoedigend, ja, kunnen werken op mensen die hun vrijheid van meningsuiting willen gebruiken door deel te nemen aan een protestactie. Het zou ontmoedigend kunnen zijn, vrienden. Ja, dat is toch ook de bedoeling van een straf, dat het ontmoedigt. Nee, we gaan het aanmoedigen. Ja, kom maar, plak jezelf maar overal aan vast. Ja, ga alles in de musea, maar vol spuiten en afbreken en zoek het uit. Want ja, we willen jullie niet ontmoedigen, hoor. Nee, en hetzelfde geldt voor die A12 en alles. Wat is dit voor... Dit is werkelijk de gekte voorbij, vrienden. Ja, het is gewoon een slap landje geworden, dat Nederland. Gewoon een heel slap landje. En nu hebben we ook nog eens erbovenop hele slappe rechters.